De studenten van de Nijmeegse roeivereniging POCAS keken even raar op gisteren toen de beoogde minister-president bekend werd gemaakt. Dick Schoof is namelijk lid geweest van de studentenvereniging uit Nijmegen. En daar zijn ze maar al te trots op. Je probeert natuurlijk hier heel veel doorgroeimogelijkheden aan te bieden. En nou, dit is wel een van de grootste doorgroeimogelijkheden die je denk ik kan bedenken. Maar bij het horen van zijn naam ging bij de studenten niet direct een belletje rinkelen. Kende je hem überhaupt al eigenlijk hiervoor? Nee, dat nog niet. Wel leuk om te zien dat hij dus op meerdere fronten in de vereniging zo zichzelf heeft laten zien. Dick Schoof was fanatiek tijdens zijn roeicarrière. Naast zijn rol als voorzitter heeft hij licht en zwaar geroeid. En dat is de topsporttak. Ik vind het wel vet dat iemand die in zijn studententijd bij Focas heeft gezeten nu het land mag besturen. Ja, het zijn natuurlijk wel hele nuttige dingen die je bij het bestuur kan leren. En ja, het kan dus ook als je het land gaat regeren, kan het ook daarbij helpen. Heb jij nog ambities om eventueel voorzitter te worden? Nou ja, het is wel eens gezegd, misschien moet je het overwegen. Volgend jaar nog niet, moet ik weer even gaan studeren. Maar misschien, het gaat nu wel een beetje tintelen nu dit soort dingen gaan gebeuren. Ja, dat wel. En dan zien we jou misschien over een paar jaar ook als premier van het land. Nou, dan zal ik hem meteen even laten weten dat ik het ben geworden als dat zo is, ja.